Nou, welkom allemaal. Zoals jullie weten hadden wij de opdracht om een schilderij te kiezen die paste bij de workout die wij gepresenteerd hebben. En na wat denkwerk ben ik uiteindelijk gekomen bij dit portret. Het zelfportret van Vincent van Gogh. Maar waarom heb ik hier nou voor gekozen? Om twee redenen. Ten eerste kijkt Vincent van Gogh hier in de spiegel om zichzelf te kunnen schilderen. Een zelfreflectie dus. In hoeverre doen wij dat als organisatie? Wat nog het mooie is, is dat hij in de spiegel dus alle vormen van zijn gezicht en van zijn lichaam goed kan portretteren. Bijvoorbeeld de vorm van zijn baard, de vorm van zijn neus, maar ook van zijn ogen. Als je dat vertaalt naar business insights, kun je dat vergelijken met afdelingen. Bijvoorbeeld de inkoopafdeling, de verkoopafdeling of juist de productieafdeling. Nou, in alle bedrijven zitten meestal wel één of meerdere systemen. Die systemen genereren data. En als je die structureert en up-to-date houdt, kun je daar bijvoorbeeld mooie inzichten in verkrijgen. Maar waar worden die inzichten voor gebruikt? Meestal gaat dat om financiële inzichten. Wij hebben daar verandering in gebracht. Wij hebben namelijk gekeken naar een bedrijf genaamd CleanSpace, die innovatieve en mooie prullenbakken produceert en distribueert. Wat hebben wij gedaan? In die sessie hebben wij gekeken naar de productieafdeling, de inkoopafdeling en de verkoopafdeling. En op elke afdeling hebben we gekeken hoe kunnen we de processen optimaliseren. Bij de productieafdeling ging het vooral om de kosten. Dus we hadden bijvoorbeeld twee ploegen, die draaiden op drie verschillende lijnen. En dan gingen we kijken in hoeverre zijn de kosten het hoogst en bij welke lijnen en in welke ploegen. En vooral ook waarom. Zodat we dus kunnen kijken wat de redenen zijn en ook daarop kunnen reduceren qua kosten. Daarna zijn we overgestapt naar de inkoopafdeling. Daar heb je natuurlijk het fenomeen voorraad. Wat betekent voorraad tegenwoordig? Alleen maar kosten, kosten en nog eens kosten. Wij hebben middels demand forecasting gekeken hoe we op basis van data uit het verleden de toekomst wat makkelijker kunnen voorspellen. Dus voorraden worden voorspeld door de tool en op basis van data uit het verleden worden die voorspellingen gedaan. Maar het mooie is, hij maakt gebruik van machine learning. Dus hij blijft leren uit het verleden van de slechte zaken, maar ook weer van de goede zaken. En op dat gebied gingen we weer verder en schakelden we over naar de verkoopafdeling. Bij de verkoopafdeling wouden we zo verkoopgericht mogelijk naar onze klanten toe gaan. Wat hebben we daarvoor gedaan? We hebben gebruik gemaakt van Power Apps. Middels Power Apps konden wij heel makkelijk brochures op maat leveren aan onze klanten. Maar we konden ook bijvoorbeeld orders indienen in Power Apps die gelijk doorgestuurd werden naar onze ERP-systeem. En wat hebben we uiteindelijk ook nog gedaan, is we hebben Sales Insights. Wij willen weten als team hoe goed we presteren als verkoopafdeling, maar ook als individu. Ik bijvoorbeeld, hoe doe ik het met mijn klanten? Luister ik vooral naar mijn klanten of praat ik juist heel veel? En als ik met ze praat, ben ik dan positief, negatief of zit ik er tussenin? Dan kan ik zelf reflecteren in hoeverre ik het goed doe. Zoals de Vincent van Gogh ook gedaan heeft. Naar zichzelf kijken om zichzelf goed te kunnen portretteren. Wij hebben niet alleen naar het verleden gekeken, maar wij kijken naar de toekomst. Kijkt u met ons mee? Dank u wel.